Hallo mensen en een fijne tweede paasdag. Ik hoop dat jullie een fijn weekend slash Pasen hebben gehad. Ik in ieder geval wel. Ik heb voornamelijk Bloodborne te spelen. En ik geniet mezelf. Ik wil jullie wat vragen. En mijn vraag voor jullie is of jullie nog wat vragen voor mij willen hebben. Het is een beetje een vraag naar een vraag. Want ik ga weer binnenkort een Q&A opnemen. Een Asking Dutchman wil ik gaan opnemen. Maar ik wil ook dat jullie iets anders voor me doen. Ik heb namelijk een straw poll gemaakt. De link staat in de beschrijving beneden. En de straw poll kunnen jullie stemmen. En ik wil graag weten wat voor video's jullie van mij willen zien. Want ik heb gewoon geen tijd om meerdere soorten video's te maken. En om verschillende soorten video's te bedenken. Dus zou je dan liever de angry vlogs alleen willen zien? Zou je er misschien alleen let's plays willen zien? Of zou je het misschien toch leuk vinden als ik toch echt weekvlogs ga doen? Gewoon niet de angry vlogs dat ik ga ranten over iets. Dat ik ga bitchen over dat een game studio stom is of zo. Weet ik veel. Dat is echt heel erg luie descriptie. Maar gewoon dat ik gewoon gaan vertellen van wat de fuck er in mijn week is gebeurd. En als jullie dat leuk vinden, kunnen jullie daarop stemmen. Dus op die drie dingen kunnen jullie stemmen in de straw poll. En als jullie dan ook nog even een vraag willen achterlaten in de comments, zou ik dat ook nog heel erg waarderen. De Asking Dutchman komt er, denk ik, volgende week zaterdag. Aankomende zaterdag komt hij dan online. En zelfs als jullie al stemmen, ik heb nog een paar video's staan die ik nog wil gaan doen. Zelfs al zijn het niet binnen die let's play of dingen. Ik heb al sowieso een paar let's plays klaarstaan die ik kan uploaden. Ik heb sowieso de Angry Dutch review van Bloodborne heb ik nog klaarstaan. Dus die komen er sowieso al. Maar ik wil weten wat jullie van mij willen zien nadat ik gewoon echt helemaal niks meer over heb. Wat jullie dan van mij willen zien. Dus bedankt voor het kijken. Dankjewel voor het commenten als je een comment achterlaat. En later.